welkom in deze nieuwe video van Bolstar. De konijntjes zijn buiten aan het spelen. Hier zitten ze namelijk. Lekker aan het chillen. Maar buiten blijven, oh schattebol. Oké. De zon is natuurlijk weg en als de zon weg is, is het altijd wat kouder. Is het wat kouder, hè? Ja. Zijn ze niet schattig, de baby's? Nou. Dat is gevaf en zo. Dus, oh, het is helemaal wild. Zo blij zijn die om eens buiten te komen. Maar ze komen wel heel vaak buiten, hoor. Dat is dat niet. Het is niet dat ze niet vaak buiten komen, hè. Zeker niet. Ze komen heel vaak buiten. En hier heb je de kattenhuis van Christeltje. Een zeer lieve poes. Kijk je? Ja, hier staat hij nog, hè.
Let's see, kick. We hebben hier al een mijlpaal gehaald bij TikTok. We hebben nu 12.000 mensen die mij leuk vinden daar, die hebben mij gevolgd. Dus dat vind ik echt al super leuk. We hebben echt, vind ik echt tof. Dus dankjewel om mij daar allemaal te volgen. Ik heb daar echt heel trots op dat je dat gehaald hebt, 12k. Ik had het nooit verwacht eigenlijk, zeg het. Ik verwachtte zelf niet eens dat ik de 1k ging halen, laat staan de 12k. Dus voor mij is het echt al super leuk dat die behaald is eigenlijk. Dus daar ben ik wel heel trots op eigenlijk. Binnenkort ga ik trouwens nog een video maken met deze vlag. Nog eens dankjewel Stijn voor deze mooie vlag samen met zijn gezin om dit te kopen. Kijk, hier staat het nog steeds. Dus binnenkort ga ik hem even afhalen en dan maak ik daar een video van. Maar ik ben nog steeds op zoek eigenlijk naar heel veel vragen voor in de pot. Ik heb een pot eigenlijk en er zijn heel veel vragen in. En dat is eigenlijk één vraag voor alle TikTok kanalen die ik heb, eigenlijk aan kantjes. Dus ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld, wat is je favoriete droom? Dan wordt dat voor alle dingen die ik heb al van aan kantjes gewoon gebruikt. Dezelfde vraag eigenlijk dus. Dat is wel cool om te doen, dat heb ik vandaag trouwens ook gedaan. Dus heb je vragen daarvoor, zet ze zeker hieronder. Want dat zou super leuk zijn. De konijnen zijn trouwens altijd buiten aan het spelen. Ik vind het hekje wel heel gemakkelijk. Het is nog een beetje wennen voor ons kat, omdat ons kat is natuurlijk, ja, als Enzo hier niet is, zetten we dat gewoon open. Maar we kunnen dat ook dicht doen. En gisteren, ja, was dat natuurlijk dicht. Waardoor, ja, dat die kat zoiets had van, oh nee, dat is niet leuk. Maar we laten dat gewoon open nu, even dicht om te laten zien natuurlijk mensen. Maar ja, we kunnen dat gewoon open laten. En als ik dan, ja, mijn haar staat helemaal recht van die muts die ik er net, dus het is nog, dus gewoon op deze knop drukken eigenlijk. Dan doe je het omhoog. Dus dan heb je dus altijd zo. Voilà. Zo. En dan kan je dat eigenlijk naar hier draaien. Eigenlijk naar hier. Of naar ginter. Je kunt ook naar de deur draaien. Dat gaat ook. Dus je kunt dat eigenlijk bepalen waar je dat zelf wilt. Eigenlijk. Maar wij laten het gewoon open totdat de kat eigenlijk, tot als Enzo weer is eigenlijk, want ja, voor de rest hebben we dat eigenlijk niet nodig. Dus doen we dat op die manier eigenlijk. Dus vanaf de kat, Enzo hier is, doen we dat hier. Ik was trouwens aan het genieten van een lekkere koffie, een cappuccino. Was ik aan het genieten. Met wat suiker erin en heel lekker, ik kan nu lasagne eten. En dan live op TikTok. Veel viel er vandaag niet te doen, ik zeg het, er is niet zoveel te doen. Tenzij dat ik van straks weer voor een verrassing kom te staan. Ik heb al heel veel verrassingen gehad, eigenlijk zonder dat ik het wist. Ik bedoel, eigenlijk vorige week mama panda, want het is al een week gelegen. Dat was dat ook zo, dus je weet wat voor verrassingen komen er nog op mijn pad. Dat ik niet weet. Eigenlijk, dat is de vraag. Wanneer je nog op een video staat en je wilt een foto maken, dat is niet handig aan. Zo, voilà. Dus voor de rest gaat het al goed met mij. Mensen die de TikTok hebben gezien, die zullen ook al weten dat ik iets tegenkomen ben gisteren. Ik zag de straat over. Allee, eigenlijk, dus was zo, ik ga vertellen, een auto liet mij door. En ik zag de straat dan toch over en die auto reed door richting me aan. Dus, maar voor dit ben ik in orde, dus hoef je geen zorgen te maken. Daarin ben ik in orde, ik leef nog. Dat is voornaamste eigenlijk, het leven. Het leven om te geven. Nog veranderde dat en dan zie ik dat die niet meer online is. Merk ik nu. Dus daar. We zullen eens proberen of we Stijn kunnen bellen. Dat gaan we eens doen.
We gaan eens proberen bellen. Oké, dat is dus je wacht op je maand voor op te pakken. Bevalling. Hallo? Hallo? Ah, waar is de dokter? Wat is er gebeurd? Vertel eens. Je hebt mij zo dringend nodig. Ja, ik heb u dringend nodig. Ik zag dat u had gereageerd dat u niet in de video kwam. Van Silke. Van Silke. Ik zei juist, zei Kathleen het ook nog gereageerd? Ja, maar dat gaan we straks bespreken. Maar kijk, hier is hem dan, hè, uw camera. Vertel het iets, wat wil je vertellen? Wat moet ik vertellen? Vertel maar, Anne. Ik zit aan de kook bezig. De rest moet wachten. Ik ben vandaag weg geweest op cursus. Dus ja. Hopelijk kon je dit een leuke video. Doe dan zeker de boven, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.